Goedenavond. Ik ga voor jullie een stukje doen uit mijn voorstelling Samenloop van Omstandigheden. Theaterstuk. Dat. Zijn we klaar voor? Zeker. Ja. Armoede is het meest gruwelijke vorm van geweld, zei een wijze man. Ik ben opgegroeid met weinig, maar in vergelijking met sommige van mijn vrienden uit de buurt waren wij gezegend als fuck. Ja, moet ik bij jou nu? Nee, mag maar. Waren wij gezegend als fuck? Kijk, mensen denken dat armoede altijd gepaard gaat met dakloos zijn of verhongering of aan een of andere exotische ziekte lijden. Dat aan het einde van de dag het missen van essentiële levensbehoeften je ondergang wordt. Maar armoede kent vele gezichten. Als kind, het niet hebben van de kleine, simpele dingen tegen jou zie je het meest. Simpele dingen als bijvoorbeeld een bal. Of een koud blikje frisdrank. Kleding die je past. Of een ijsje op een hete zomerdag. Op tv zie je reclames van al die slikke beelden van al die gelukkige mensen met hun mooie witte tanden. Spullen buiten jouw bereik. Dingen die je alleen van achter het scherm kunt zien. En met de tijd vormt het niet hebben van die kleine, simpele dingen een spiegel van jouw tekortkoming. Ik hoop niet dat ik ondankbaar opkom. Nogmaals, wij hadden het breed vergeleken met de rest van de buurt. Maar er was één jongen die de buurt kampioen was als het ging om het hebben van niks. Ali Sagari. Ali was de jongste van vier en woonde met zijn familie in een luciferdoos. Zijn zusjes waren vroeg verloofd het huis uit, zijn vader was oud en gebroken en zijn mama was verslaafde aan opium. In het westen is er drank, in het oosten is er opium. En opium is een bloeddorstige minares. Ze voedt ze een beetje, maar ondertussen pakt ze alles wat jou dierbaar is langzaam van je af. Ali zelf had altijd een droge huid. Je zag vaak barstjes op zijn knokkels van de kou. Of droogte. Altijd een snotneus, nooit een zakdoekje. Soms had die kleine mofo wekenlang dezelfde kleren aan. Kleren van zijn oudere neven natuurlijk. Arm is fuck! Maar met een glimlach zo aanstekelijk waar geen prijs op te leggen was. Soms vertelde ik hem dezelfde mop keer op keer en hij lachte iedere keer weer alsof hij ze voor het eerst hoorde. Oh man, wat een lach. Wij waren nog maar een jaar of 10 oud toen we bij elkaar in de klas terechtkwamen. En bij ons kregen alle scholieren op de eerste schooldag de opdracht hun boeken te kaften. Ja, dat was de regel wel. En hield jij je niet aan de regels, kreeg je de vlakke hand. Maar dit was voor ons kids ook een kans om te pronken. Want wie had de coolste en de stoerste kafpapier? Hè? Koos je de een met je favoriete voetballer of een met Ferraris erop? Of ging je voor een coole Japanse tekenfilmfiguur? Nou, ik bouwde mijn kaften met mijn voetbalheld Roberto Carlos. Ik vroeg het aan mijn mama en zoals altijd was zij daar wanneer ik haar nodig had. Ik hoefde niet eens bij stil te staan. En ik vroeg het en de volgende dag liet de kleine bad boy die ik was met mijn perfect gekafte spullen in mijn tas. Geen stress, niks. De bel sloeg, ring, en we renden de school binnen. Een klaslokaal bomvol energieke jongetjes. Het pronken en stoerdoenerij over wie de coolste kaftpapier had kon beginnen. Kaften werden bekeken. Complimenten gingen heen en weer. Het leek wel een kippenhok. Allemaal jullie boeken en schriften op tafel! Riep meester Aram, terwijl hij het klaslokaal binnenkwam lopen. Meester Aram, zijn aanwezigheid was een sst, op zichzelf. Hij liep naar binnen en het viel altijd automatisch stil. Iedereen ging snel op zijn plaats zitten met zijn boeken voor zich op tafel. Meester Aram liep met zijn handen op zijn rug door de klas ter controle en iedereen leek zich aan de opdracht te hebben gehouden, behalve. Hij gedroeg zich al vreemd vanmorgen op het schoolplein. Sagai, waarom liggen jouw boeken niet op tafel? Alle aandacht was nu op Ali gericht. Ali keek meester Arami aan zonder maar een woord terug te spreken. Sagai, waarom liggen jouw boeken niet op tafel? Sorry, meneer. Ik was vergeten mijn boeken uit mijn tas te halen. Heb jij je boeken gekaft? Ja, meneer. Haal ze dan, leg ze maar op tafel, jongen. Aarzelend trok Ali zijn boeken uit zijn tas en legde ze voor zich op tafel neer. Maar er was iets geks met zijn kafpapier.
Het was vies, grijs en stoffig, met allemaal letters erop en een foto van een man met een hele lange baard. En Mahmoud, de rat van onze klas, die liet er geen gras over groeien en riep: meester, iedereen die hij kent, Ali heeft zich niet aan de opdracht gehouden. Hij heeft krantenpapier gebruikt in plaats van kafpapier. Krantenpapier ging als een echo door de klas. De klas explodeerde. Meester Arani haalde zijn handen van achter zijn rug en zette een stadrichting aan. Iedereen dacht wat ik dacht. Nu komt de vlakke hand. Paas! Maar in tegenstelling tot ieders verwachting legde meester Arani alleen een hand op ademschouders. Keek hem begripvol aan. Begon weer met de les. Vreemd. Die middag vroeg ik aan mijn mama waarom Ali zijn boeken met krantenpapier had gekapt. Ik begrijp gewoon echt niet wat hij zo cool vond met die foto van die man met een hele lange baard, mama. Ik denk dat hij het ook niet cool vond, lieverd van. Waarschijnlijk kunnen Ali's ouders geen kafpapier betalen. Wat? Ja, hey, lieverd. Hey, kom even met me. Ah, kom hier. Hey, het is oké. Okay. Hey. Kijk, liever, het leven is niet... God heeft soms een vreemde manier van doen als het gaat om van iedereen houden, zei mijn man. Sommige mensen hebben alles. Een goed hoofd, een baan, een toekomst zo glanzend dat het je kan verblinden. Sommige mensen hebben niks. Verre van mooi, geen cent te makken en een toekomst leger dan een maag van een arbeidszaai. Dit hier, dames en heren, was de eerste keer dat ik intens verdriet voelde voor de pijn van de ander. Het sloeg mij in mijn ziel. Ik heb heel de middag gehuild in mijn mama's armen als de kleine poesboy die ik was. Vanaf dat moment, dames en heren, had ik maar één missie. Ali helpen aan cool kraftpapier. Dus ik stelde aan mijn mama voor om met mijn zakgeld er werd een kanderskappapier van Ali te kopen. Dat kon hij net zo cool zijn zoals ik. Ik kan het morgen onderweg als gewoon kopen en het in de pauze aan hem geven, mama. Geven? Ja, mama, geven. Oh, lieverd voor mij. Als jij dit aan hem geeft, dan breng je die jongen in de verlegenheid. Hè? Wil jij mensen helpen in het leven, moet je het anoniem doen. Dan bespaar jij diegene de schaamte. De volgende dag, voor de pauze, nam ik het plan door in mijn hoofd. Ik doe alsof ik mijn veter strik, maar dan heel lang. En als iedereen weg is, doe ik die kaartpapier stiekem in Ali's tas. De bel sloeg, ik voerde het plan uit en het werkte. De volgende dag kon ik niet hard genoeg lopen om op school aan te komen, want ik zag het helemaal voor me. Ali, trots met zijn nieuwe kaartpapier, met zijn show in de klas, zijn glimlach aanstekelijker dan ooit. Aangekomen op schoolplein, rende ik de binnenplaats op en... Ja! Daar was Ali. Maar iets klopte er niet. Ah, de lach. De lach die was er niet. Voor het eerst sinds ik Ali kende was de lach afwezig. Ik begrijp hier helemaal niets meer van. Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Ik wou die jongen alleen maar helpen. Dit was nooit mijn bedoeling geweest. Dus ik verzamelde al mijn moed en liep naar Ali toe om mijn excuses aan te doen. En net voordat ik bij hem aankwam, hoorde ik van een andere jongen. Ali's vader was overleden. Longontsteking. Zoiets wat in het begin onschuldig lijkt, maar als je niet op tijd aan de antibiotica bent, dan... Ik bleef die dag van een afstand naar Ali kijken. Zijn blik zal ik nooit meer vergeten. Bedenk je, dat kleine, tedere lijfje van Ali met een starre blik van een volwassen vent. Goh, wat zal er van hem zijn geworden? Als je de antwoord op de vraag niet wil weten, moet je op godverdomme ook niet stellen! Zei mijn vader vroeger altijd. De waarheid is, voor een jongen uit mijn buurt waren er niet veel opties. Werkeloosheid leidde meestal tot drie dingen. Drugs gebruiken. Drugs verkopen of aanhanger worden van het regime. En mijn mama had gelijk. Sommige mensen hebben alles. En sommige mensen.
En ik maar denken dat kafpapier niet zou veranderen. Ik zat laatst van de zomer op een zonnige dag op een terras een half uur lang te zeiken over waarom de serveerster was vergeten ijsklontjes in mijn toilet. Glimlach, glimlach, herkenbaar. Maar ik, de jongen uit een plek daar waar paden zo donker zijn dat je schaduw je niet durft te volgen, over ijsklontjes. Stond later een kwartier te bekvechten met een manager omdat ik vond dat ik er niet voor hoefde te betalen en weet ik wel wat. En kijk naar mij. Het gaat mij niet eens om het geld. Mijn laptop, mobiele telefoon, horloge, outfit, dat kost bij elkaar iets van 4300 euro. 4300 fucking euro. Weet je hoeveel kafpapier je daarvan kan? Dus elke maandag, had de maan mijn volle aandacht, mijn aandacht. Konden we maar naar een plek waar geld geen rol had, konden we maar naar een plek waar nooit oorlog was. Een plek waar vol zat met rust en vrede, een plek waar niemand hoeft denken aan de pijn in het verleden. Een plek waar niemand zich ergert aan leugens en pijn, een plek waar iedereen gewoon zich kom zijn, een plek waar, een plek waar, een plek daar voor jou en mij. En toen ik jong was, dacht ik dat de hel op de zon lag, op de zon lag. Dus als ik zondigde, keek ik voor uren naar de hemel, zeker op de zondag, oh zeker op de zondag. Aha. Zeker op de zondag. Maar hel is een plek hier op aarde voor hen die de andere kant van het hel nooit zullen halen. Nee, nooit zullen halen. Als kind dacht ik dat dromen allemaal gelijkwaardig waren. Realiteit van een kind is bij de tijd niks anders dan een fabel. Dromen kennen geen grenzen, nu ze de grenzen bewaken. Meeste dromen zijn te droog, te veel dromen zijn verwaterd. Wat te veel dromen zijn verwaterd. Oh man, oh man, oh man. Wij zijn verre van één, of we zijn verre van één. Laat me slapen, laat me slapen. Ik wil ver. Laat me slapen, laat me slapen. Ik wil ver. Na toen ik jong was, dacht ik dat de hemel op de maan lag. Op de maan lag. Dus elke maandag, elke maandag, had de maan mijn volle aandacht, mijn aandacht.